Jongens, stel de band even voor. De band heet Naïef Zet. Ja, twee Nederlanders, Merkel is erbij en Obama was erbij, maar die hebben af en toe afgezegd, dus we gaan met Nederland verder. Ja, klopt. Dat is makkelijker praten misschien. Hoe lang bestaat de band dan? Drie jaar? Drie tot zeven jaar. Ja. Nee. Ja. Jij speelt al langer natuurlijk. Ja, nee, maar... Zoek op Facebook op. Ja, precies. Officieel denk ik 3 jaar. Officieel 3. Ja. Dus jullie zijn met z'n tweeën begonnen en die Duitsers en de Amerikanen zijn erbij gekomen? Of hoe werkt dat? Zoals dat gaat, ze komen naar jou toe, Amerikanen en Duitsers. Die komen het inpikken. Ja. Nee, ja. Nee, het begon denk ik met de Amerikaan die naar Nederland verhuisde en een band wilde beginnen. En toen hebben we elkaar een beetje zo gevonden. Ja, precies. Hij klonk heerlijk. Lekker ontspannend eigenlijk. Ja. Verhelderend vergelijken met wat we al gehad hadden. Wij zagen de band ervoor, die was iets luider dan wij waren. Ja, de band die naar jullie is nog harder. Ja, ja. Maar ja, ik vind het wel cool. Er zijn verschillende dingen hier blijkbaar de hele dag. Ja, het is dag 2. En vanavond, als dit afgelopen is, gaan ze allemaal de zalen in. Ja. En wat zijn de toekomstplannen van de band? Dit is nu de tweede plaat waarmee we nu spelen. En het korte termijn toekomstplan is de derde plaat dan weer spelen. Video of... Video, ja, ja. Ik denk dat wij plannen maken steeds zo... Nou, misschien gaan we wel cd'tjes doen. Oh, misschien cd's. Cd's, ja. Je kan ook en doen. Ja, er zijn mensen die nog cd's spelen. Ik heb dat... Ja. Ik draai veel cd's. Jij doet het ook zelf. Zelf staat tegenwoordig. Wordt het helemaal weer... Vinyl creëert helemaal weer terug, joh. Ja, vinyl en dan downloaden als je het op je iPad wil of zo. Ik draai alles. Alles draai ik. Behalve Spotify. Ik doe wel Spotify. Facebook website? Ja, is er. Welke? Ja, gewoon facebook.com/naïefzet. Die was er nog. Hey, bedankt. Graag gedaan. Ja, dankjewel.